Dag, dames en heren. We hebben al een aantal prachtige najaarsdagen gehad. We gaan nu maar eens even kijken aan de hand van de 30 weersverwachting of met november op de kalender er voorzichtig al een winterse speldeprik zit aan te komen. Volgende week hebben we in ieder geval toch wel een beetje een luchtdrukverdeling. die later in het winterseizoen. in ieder geval wel wat winterse perikelen zal opleveren. Want de luchtdruk is duidelijk hoger ten westen en ten noordwesten van ons. Hoge druk op de Atlantische Oceaan. en lage druk vinden we boven Scandinavië. En tussen beide luchtdruksystemen in waait dan een wind uit noord- of noordwestelijke richting. en daarmee wordt dan polaire lucht aangevoerd. In deze tijd van het jaar is het water van de Noordzee nog vrij warm. Dus als die lucht van oorsprong wel heel koud is wordt hier onderweg richting Nederland voldoende opgewarmd om bij ons in ieder geval zeker begin november nog geen winterweer op te leveren. Nee, we krijgen de komende dagen wel een wat guurder weertype na het weekend met buien en duidelijk lagere temperaturen. Maar van winterweer kunnen we absoluut niet spreken. We zien wel duidelijk dus temperatuurafwijkingen net aan in de min. Ook verder ten zuiden van ons is dat het geval tot in Spanje en Portugal aan toe. En de warmte die zit in het oosten van Europa. En laat dat nou net het brongebied zijn voor winterkou in onze omgeving. Begin november lijkt de winter in Scandinavië en Europees Rusland in ieder geval nog niet echt van wal te steken. En dat wil dus zeggen dat daar in ieder geval op deze termijn nog geen winterkou voorradig is om uit te stromen richting ons land. En dan is het ook nog maar de vraag of het zich weet uit te breiden richting het westen van Europa. Daarvoor hebben we natuurlijk hoge druk boven Scandinavië nodig. En als we kijken naar de week van 8 tot 15. November, dan valt ons één ding heel duidelijk op. Er wordt eigenlijk nauwelijks een luchtdrukafwijking ten opzichte van de normaal verwacht. En dat wil zeggen dat we eigenlijk heel normaal weer krijgen met veelal lage drukgebieden die vanaf de oceaan richting Scandinavië trekken en wat meer hoge druk, vooral ten zuiden van onze omgeving. En als we kijken in de week daarna, dan is dat ook nog wel zichtbaar. Er komen weer wat signalen, bijvoorbeeld dat er boven het uiterste oosten van Europa richting de oeral Hoge druk gevormd gaat worden, of in ieder geval de afwijking is daar in de positieve kant. En ten zuiden van IJsland tussen IJsland en Schotland in wordt er juist lage druk verwacht en dat met lage drukgebieden betekent eigenlijk niets anders dan dat er bij ons wisselvallig weer wordt verwacht met winden uit zuid of zuidwestelijke richting het levert een wat natter weertype op niet alleen bij ons maar ook ten noorden van ons en dus in grote delen van Europa temperaturen die eerder boven normaal uitkomen dan onder normaal en de gebieden waar de winterkou eventueel vandaan moet komen die zijn juist duidelijk te warm. Het is wel grappig om dan deze verwachting van deze vrijdag te vergelijken met die van afgelopen dinsdag. Die zag er namelijk heel anders uit. Bijvoorbeeld voor de week van 15 tot en met 22 november. Tussen IJsland en de Britse eilanden in voornamelijk hoge druk invloeden. En dat hoge drukgebied dat zou zelfs in de week hierna zich wat meer richting Scandinavië verplaatsen. Oftewel een duidelijk winterse setting later in de novembermaand. We zien het nu dus niet terug in de weerkaarten, maar de signalen die we nu zien zijn ook minimaal. Dus deze optie zou er best nog wel in kunnen zitten in al die berekeningen waar het weermodel mee komt. Het is een optie, maar niet meer dan dat. En dus kunnen we stellen dat het volgende week wel wat guurder wordt als er polaire lucht onze kant op komt. Maar die lucht die wordt onderweg nog flink opgewarmd het is en weer blijft wisselvallig ook in de weken daarna. Van winterkou is voorlopig geen sprake, maar uiteraard houden we dat voor u in de gaten. Volgende week komen we weer met een update.